deboodschap.today. Jongerenresort Flora kreeg een rondleiding op het onderdirectoraat Landbouw. Enkele jongeren van het resort Flora uit het district Paramaribo hebben een rondleiding gehad op het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit gebeurde op vrijdag 14 juni jongstleden. De voorlichters van het onderdirectoraat hebben de jongeren gewezen hoe zij plantjes kunnen uitzaaien in zaaibakken. Verder hebben de jongeren ook gezien hoe zij kunnen planten en irrigatiesystemen kunnen aansluiten in een plantenkas. Dionne Proeger, een van de jongeren, was onder de indruk van deze rondleiding en meent veel te hebben geleerd. Zij zou het fijn vinden als groenten helemaal biologisch geteeld zou kunnen worden in Suriname. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.